Yo kijkers van Lube Games, ik ben Bas, welkom bij deze gloednieuwe video van Civilization 5. En vandaag gaan we verder met Nederland. Ik zat even na te denken en jullie zien op de map dat ja, ik eigenlijk land nodig heb. En ik ben van plan om Parijs over te gaan nemen. En of Orléans, ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Ik wil wat meer troepen gaan maken, dus ik wil katapulten heb ik wel genoeg, denk ik. Ik moet wel een soort backup hebben, dus als het misgaat, ja, ik moet wel een backup hebben. Ik ga alvast de troepen een beetje opstellen. En wie weet verklaart Montezuma weer een keer de oorlog, maar dan ja, zit ik wel een stukje dichterbij. Ja, jij staat hier prima. Next turn. En ja, de vorige aflevering zorg met Montezuma. Een beetje laf dat hij teruggetrokken was. En zo te zien is... Zijn de Selks hebben nog maar één stad. Dat is echt grip. Ja, niet al te best dus. Nou, ik ga Parijs proberen over te nemen. Het gaat wel moeilijk worden, denk ik. Maar ja, ik moet toch een keer... Oké. Jij gaat hierheen. Ik denk... Ik wil sowieso een swordman hebben. Dus... Kan ik een swordman kopen? Wacht. Als jij hier nou eens gaat staan... Ik ga nu naar de stad in beurtjes longsword. Oké. We hebben een... Ik wil dus de long... Ik ga voor Orléans. En daarna voor Parijs. Ik denk dat het leger van... ik denk dat het leger niet echt heel veel voorstelt. Jij gaat hier staan. Jij staat hier. Katapulten moeten wel naar voren. Ik wil eigenlijk hier een soort lijn opstellen. Dus hier een katapult. Hier een katapult. En hier nog wat een aantal troepen. Dat alleen deze stad kan vuren. Dus dan moet ik wel even een opstelling gaan maken. Hoe wil ik dat gaan doen? Jij wisselt sowieso even met hem om. Kun jij met hem omwisselen? Ja, dat kan. Katapulten voorop. Nee, de longswordmen gaan hier. Hier. En dan komen hier de katapulten staan. En die kunnen dan gewoon vuren. En dan komen ze het boom en die pakken de andere troepen. Dat wordt het plan. Even kijken, staat die bij? Ik zou toch niet zo heel veel soldaten moeten hebben, of wel? Nee, daar ga ik niet van uit. Oké, girls. Kunnen we al voor gunpowder gaan? Ik moet eigenlijk even wachten op physics. Maar dat duurt me denk ik een beetje te lang. Laten we het gewoon doen. No longer ally of Ife. Dat maakt niet uit. We gaan proberen Orléans te pakken. Longswordman. Katapult. Jij rijdt door. En jij rijdt door. Longswordman. Jij gaat hier. Komt ze Bowman. Dan wil ik erachter hebben. Jij. Hier zo. Eentje verder. Nee, jammer. Zal ik een oorlog verklaren? Ik heb wel een trade route. Dan heb ik nul geld. Nee. Alert. Wacht nog maar even. Jij gaat voor een... Ja, ik hoef denk ik niet echt meer te hebben. Ga maar voor een bibliotheek. Hier gaan we voor een markt. Rotterdam is bijna level 8. Ja, level 8. De stad is bijna... Ja, oorlog. We gaan ze gewoon... Oh, daar gaat de katapult. Dat is rip. Eerste units pakken. De longswordman. Daarna verplaatsen we de katapulten. Nou, we hebben nu dus oorlog met Napoleon. We gaan hier ook eventjes voor strijden. Dit kunnen we makkelijk pakken. Jij. Oh, really.
ik moet mijn katapult gaan sparen. Nou, jij kan nu makkelijk pakken. We hebben ze om. En gaat healen. Nee, jij kan niet een van hun raken. Jammer. Alert. Ik denk dat ik toch wat meer units moet gaan maken. Pikeman, jullie gaan ook mee. Kan ik hier nog een unit kopen? Swordlinker, Archer. Nee, dat heb ik allemaal niet nodig. Kun jij nog omwisselen met hem? Wait. Nee, jammer. Oké, next turn. Ja. Orleans. Het gaat misschien wel lukken. Ik ga er niet van uit. Maar hier... Ja, ik wil mijn katapulten wel sparen. Niet erg dat mijn Composite Bowman... Oké, daar komt hij ook aan met Composite Bowman. Oké, dit kunnen we pakken. Oh. What the fuck? What the... Wat ben jij hier bij Rotterdam aan het doen? Patje Koetie. Wil jij... Hij wil denk ik oorlog. Nee, dat doet hij me toch niet aan. Nee. Ja. Schiet op maar op hem. Schiet op hem. Maak hem af. Jij maakt hem af. Jij naar voren. Ja, dan moet jij eens gaan staan. Wat gaan we hier bouwen? Ik denk een pikeman. Heel. Schuif maar een stuk op. Ik denk dat Patje Koetie hier iets wil gaan doen. Patje Koetie, wat ben je van plan? Ik denk het niet. Patje Koetie, wat wil je doen? Ik vertrouw hem niet echt. Ik kan hier niks bijzonders kopen. Ik denk dat Patje Koetie oorlog gaat verklaren. Volgende turn. Denk ik. Ja, ik ben rip. Als Patje Koetie oorlog verklaart, ben ik rip. Dan ben ik Rotterdam kwijt. En dit wordt een kattenbulten. Ik denk dat Orleans niet gaat lukken. Patje Koetie gaat oorlog verklaren. Inka runakunaka. Open borders. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vertrouw er echt geen reet van. Patje Koetie mag van mijn bord weg. Ja, dit red ik niet, denk ik. Ja, heel misschien, maar mijn kattenbulten mogen niet dood. Oké, jij vangt hun. Heal. Oh, jij hebt ook een promotion. Heal. Jij gaat hierheen. Jij op hun schieten? Nee, ik kan echt niks. Het gaat niet lukken, denk ik zo. Nee, het gaat niet lukken. Ga maar voor een pikeman. We hebben de troepen nodig. Composite bowman. Nou, dit wordt rip. Denk ik. Niet gezond. Als ik het niet op mijn... Oké, twee archers. Ze hebben daar twee Composite Bowmen staan. Nee. Ik vertrouw jou niet. Apparently. Sure, jij krijgt open borders, maar
Bartje kunt hij niet. Kijk wat hij... Hij komt aan met zijn sword, man. Oké. Ik ga me nu volledig focussen. Ik denk dat die komst het bomen en die gaan willen deze katapult te pakken. Komst het bomen, ga jij hier maar staan. Jij kan op de stad schieten? Nee, leuk. Oh, dat doet wel heel wat damage. Schiet maar op de stad. Ja, wat moet ik doen? Kun jij op de stad schieten? Nee. Ja, ik moet de katapulten dicht... Ik moet de katapulten dichtbij krijgen. Maar dat lukt niet echt. Ja, pak... Ja. Als Patje Koet die oorlog gaat verklaren, ben ik kan. Dan ga ik dood. Ja, misschien. Ik kan het misschien volhouden hier. Frankrijk gaat me sowieso pakken. De katapult is down. Rip katapult. Nou, we hebben er nu nog twee over. Nee, je krijgt geen open borders. Ik vertrouw jou niet. Patjekoetie, wat een rare man. Ja, misschien lukt het dan met deze units die ik nu heb. Ik ga er niet vanuit. Ik denk dat Orleans. Ik weet nog steeds niet hoe je het moet uitspreken. Nou, schiet op stad. Schiet op stad. Ga ik dat doen? Ja. Orleans pakken we wel, denk ik. Ga jij nou maar naar het front. Nou, je mag schieten om een komst het boom en die gaan sowieso wel dood. Oh, aha. Nou, ik pak de stad wel, denk ik. Kom maar. Next turn, kom op. Enemy is neer. Aha. Ik heb 13 gold. Oprecht. 13 gold. Dat is echt slecht, gewoon. Het duurt zo lang. Oh my god. Jij. Schiet. Kun jij schieten? Ja, mooi. Orleans, of hoe je het moet noemen, is van ons. I have some information that may be of use. Annexeren. En pak de units nu aan. We hebben in ieder geval één stad. Ik wil eigenlijk ook voor de hoofdstad gaan. Maar daar laat ik het even bij. We hebben in ieder geval de stad. We moeten nu ook verdedigen. Monument. Let's go. Oh my god, Montezuma! Rip! No! Oké, ik moet terug. Montezuma staat voor de stoep. Die gaat sowieso voor mij. Ik ben... Groningen is gone. Sure. Ik ben dood. Oprecht. Ik wil nu vrede. Vrede, meneer. Montezuma. Montezuma wil waarschijnlijk weer oorlog. Ik ben Rip. Ik ben oprecht Rip. Peace. Prima. En dan moet ik me nu... Oh my god. Dit zat eraan te komen. Ik vertrouw er helemaal niks van.
Unit promotion. Drill. Terug. 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 Kom op. Oh my god. Oh my god. Dit is echt... No, dit is rip. Dit is een en al rip. Hij wil Groningen terug. Hij wil sowieso Groningen terug. Doe maar iets. Pikeman. Jij gaat daarheen. Jij gaat hierheen. Dit is rip. Montezuma wil fucking Longswordman. We gaan nu ook gewoon er vol in. Ik ga niet handelen met Montezuma. Parijs. Montezuma wil me sowieso oorlog voeren. Yup, ik wist het. Ik fucking wist het. No! Oh my god. Deze fucking aflevering is zo spannend. Waarom ik? Nou oké, okay, als hij oorlog wil, kan hij ook fucking oorlog krijgen. Dan wordt het maar een wat langere aflevering. Oh my god. Alweer. Alweer. En Montezuma heeft zo'n groot leger. No way. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Juice production. Waarom? Ik moet met iemand iron ruilen. Napoleon. Bonjour. Heb je iron? Nee, je hebt geen iron. Jij, heb jij iron? Ook niet. Kom op. Pachacuti, heb jij iron? Imanajakashikengi. Nope. Deze morn. Heb jij iron? Bagyo. Nope. Kom op. Seyul, heb jij iron? Annyeong, haseyo. Oké. Ik ben oprecht... Ik ga dood. Laten we het daar maar op houden. Groningen is nu echt gone. Ah, hij heeft ook een grote generaal. Verdomme. Yep, dit wordt rip. Oh, oh my god, zie dat. Oh my god. Ik ben oprecht zo bang nu. Oh my fucking god, zie je die katapulten. Dit is... Groningen is dood. Groningen is sowieso gone. Sowieso. Ja, no fucking ways. Moet je zien. Ja, dit is echt rip. Dit is echt rip. Ja. Groningen. Ik zeg je nu alvast vaarwel. Rip. Wow, wat is dit? Oké, ik sla hem even op hoor. Ik zet hem even opnieuw op. Volgens mij is mijn game weer vastgelopen. Of doet hij het nu weer? Oh, happy day. En we pakken hun. Het lijkt een beetje. Ah, hij gaat ook voor Orleans. Ik wil een unit boost. Ik moet een boost hebben. Heel. Kom ze, Bowman. Kom op. Jij gaat ook helpen. Dit wordt echt rip. Ik denk dat hij deze twee steden wil. Dus jij gaat die kant op. Ja. Hij heeft nog niet geschoten. Ik moet zijn units nu pakken.
Als ik je units nu niet kill, dan is het over. Dit moet wel lukken, denk ik, met mijn grote generaal. Oké, deze katapult gaat sowieso dood. Ik wil... Deze moet eigenlijk ook kapot. Ja. Kom op. Ik weet toch precies wat ik ga doen. Ik schiet hier eerst op. Die op. En jij schiet... op dat paardje. Jij. Schiet op dat paard. Jij. Valt dat paard aan. Wow. Mijn game lijkt weer. Ik weet niet of jullie dit zien. Maar het is dus precies hetzelfde wat ik eerst ook had. Even wachten. Dit is Rip. Ik sla hem even op. Ik start hem even opnieuw op en dan... Even kijken, waar staat hij? Ik sla hem even op en dan ben ik zo bij jullie terug. Yo mensen, en tof dat jullie kijken. Welkom terug eigenlijk. De oorlog is afgelopen. En het is goed gekomen. Groningen heeft geen enkele schade opgenomen. En ik dacht even Groningen is gone. Maar dat is dus niet zo. Ik wil hier ook even de video eindigen. Het is al best wel een lange video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo is, laat even een like achter. En abonneer natuurlijk even. Bijna 200 subs en dat is natuurlijk heel chill. Ik zie jullie bij de volgende SIF. Later.